Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video! Hallo mensen, ik van op een snel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe FUTDraft. En hebben jullie nou nog niet gezien hoe ik deze FUTDraft zeg maar gekregen heb? Er staat een linkje in de beschrijving of zo'n i'tje links naast mij, als het goed is. Links is daar. Ja, daar is een i'tje. En ik ga de eerste aflevering zien waar ik mijn beste FUTDraft ooit krijg. Dit team. En ja, de eerste ronde, die win ik. Anders ben ik hier natuurlijk niet meer. We gaan nu proberen in één keer om te winnen. Dus maximaal 3 potjes. Hopelijk ook 3 potjes. Volgens mij zijn die groene spelers nog in packs. Dus die kan dan even packen, hartstikke nice zijn. Straks is Ajax PSV. Heel erg awesome. Als deze video geüpload wordt, is hij al bijna klaar volgens mij. Ik heb geen idee wie gaat winnen. Ik heb echt geen flauw idee. Het maakt me ook niet zoveel uit. Toch wat een leuke wedstrijd wordt waar je een beetje naar gaan kijken. En ja, dan zien we het wel. Als jullie video kunnen liken, zou het super awesome zijn. Tussen het like zou ik helemaal tof vinden. Moet ook zeker lukken. We hebben een tegenstander gevonden. En trouwens mensen, ik ga de komende tijd weer meer video's uploaden. Aangezien ik dus mijn toetsweek voorbij is. Wat echt super chill is. Er komen dus meer video's aan. Dat is hartstikke leuk. En we komen tegen dit team wat best wel goed is. Hij heeft Suarez 96 in vorm. Helemaal gek huis. En best goed team. Dus het kan wel lastig worden. Laten we in ieder geval ons best gaan doen. En dan zien we het wel. Hier heb ik geslaagd. Nee. Jongen, hij was al lang, dus dan gaat hij ineens zo... Oh, schijt in de tand. Oh. Trouwens mensen, jullie zien het. Ik ben eigenlijk naar de kapper geweest. Oh, oh, oh. Zit ik een beetje naar mijn haar te kijken? Terwijl zij een kans hebben. Dom. Ik moet alleen nog een beetje de goede stijl zien te vinden. Even kijken hoe ik het moet gellen. Goede redding van Ruffier, holy shit. Voor mij is wel deze gast Park de Bus, want moet je kijken hoe laag zijn verdedigers nog allemaal staan. Laat het erop houden, als je dat doet, ben je een faggot. Kijk, als je Park de Bus gaat in de 90ste minuut, als je met 2-1 voor staat. Ben je ook gay? Maar dan valt het nog eens te begrijpen. Nu is het echt ongelooflijk. Want nu verpest je gewoon. Nu haal je gewoon heel de snelheid uit het potje. Eigenlijk moeten mensen die Park de Bus spelen altijd gewoon gestraft worden. En gewoon altijd alle aids tegen krijgen. Dat zou terecht zijn. Ronaldo, doe maar. Doe maar, doe maar! Oeh, goede redding. Het schot was niet zo heel goed. Ging richting op de keeper af. Wel hard, heel hard. Daarom had de keeper ook wat moeite mee. De keeper is Casillas volgens mij. Oké, okay, we gaan op hem geven. Oh, kut, hij heeft me door. Dan terugkoppen. En dan overheen. En Ronaldo draaien. En dan heel kut. Ja, echt heel kut. Messi gaat het doen. Ik voel het. Hop, naar binnen. Oh. Hey, ref. Ja, dank u. Daar gaat hij. Daar komt hij. Ik voel het. Die gaan hem nemen. Nee, ik vind Ronaldo's vrije trap niet zo heel goed. Maar ik ga het toch maar doen. Ronaldo, schiet hem maar even binnen. Ja, oh, staat er op de lijn. Oh. Park de bus en op de lijn. Kan het nog erger? Ik denk het niet. Nee, maar. Oh, nee. Nee, maar. Jij bent fan. Nee. Het scheelt niet veel. Hij heeft wel kansen. Hij is helemaal niet zo slecht. En ik speel nog helemaal niet zo heel goed. Dus dit kan wel een heel lastig potje gaan worden als ik het zo aan het bekijken ben. Oh, helemaal verkeerd ingestapt. Rustig. Goed zo. Ik deed L1 driehoekje, maar dat doet hij niet zo best. Oké, nice. Ja, nice. Heel nice. Ja, oké, lekker. Ruffier. Let's go. Kop uitgooien. Oh, dat zijn echt kansen hoor. Maar ja, dan moet je ze wel afmaken. Oh, nee. Nee! Oh mijn god, fucking Suarez. Suarez is ook zo goed in dit spel. Holy shit. Oh, allemaal... Oh, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik nu de schuld moet geven. Te veel ruimte heb ik ervoor gegeven. Kutzooi, 98 minuten, 1-0 achter. Het zou wel heel lullig zijn als ik in de eerste ronde meteen al uitvlieg. Klein beetje risico, maakt niet uit. Risico's zijn er om genomen te worden. Slecht man, kom op hé. Waar is je dribbeling? Oh. Oké, mensen, ik sta achter in de eerste helft met 1-0. Het was een best mooie goal van Suarez. Hij heeft ook veel meer schoten dan ik, dus ik moet echt even beter gaan spelen. Man, ik speel als een Mongool. En het zou echt kut zijn als ik er meteen uit zou gaan, dus kom op. Je brengt ook nog eens Neymar en Hulk erin, als het nog niet erg genoeg was. Nee. Oh mijn god, nee. Nee, hier zit Parejo. Oh, dit gaat echt wel heel erg lastig worden nu. Oh, ik werd ook helemaal gerekt daar. Ja, kom. Lekker. Taart. Kut. Ah. Ja, ik heb echt een heel slecht gevoel over deze wedstrijd. En dat is niet zo raar dat ik een slecht gevoel heb. Ik sta met 2-0 achter. Ja, dat is echt heel kut. Dat is echt heel kut omdat ik aangetikt word. Maar ja, niks aan de hand. Nee. Oh. Maakt penalty's op zich niet uit. Die hou ik toch niet. Man. Jongens, ik sta 3-0 achter. Dit gebeurt echt nooit. Wat is er aan de hand met mij? 1 like is 1. Koen is slecht. Koen kan er niks van. Hashtag Koen kan er niks van. Kijk jongens, als ik heel goed speel, ben ik eerlijk in. Dan ben ik de beste FIFA speler van Nederland. Op dit moment ben ik het even niet. Op dit moment kan ik er helemaal niks van. Oké, dat is wel mooi. Hop, en 3-1. Lekker, kom op, en door. Het kan nog. Heerlijk aanvalletje, let's go.
Mensen die nog steeds zeiken over trams. Ik vind het echt de grootste boost ooit, want dit is gewoon echt prachtig gedaan. Ik vind dit een prachtige aanval. In ieder geval, let's go. 3-1. We gaan ervoor, fam. Nee, kut. Oh, ik ben echt gek. Oh, ik word echt helemaal gerekt. Oh, mijn god. Oh, Pien. Oh, ik ben er helemaal gerekt. Helemaal, ik ben echt tijd niet zo hard gerekt. Oh, ik word helemaal van de kast naar de muur gestuurd. Ah, oh, ik vind de sliding zo irritant. Oh. Ik kom er gewoon niet aan te pas. Ik weet ook helemaal niet hoe ik hiermee om moet gaan. Kijk, zeg maar, normaal verliezen Milo en zo met dit soort cijfers. Milo verliest altijd met 4-0 en zo. Ik niet. Wat doet Milo normaal gesproken als hij zo erg verliest? Gaat hij dan schelden of zo? Nee, Milo geeft natuurlijk altijd. Milo geeft wel de andere de schuld. Maar dat ga ik niet doen, want ik weet dat het mijn schuld is. Boom! Lekker, 4-2. Kan op. Let's go! Oké, niet hè. Nee. Iedere keer als ik dat zeg, gaat het fout. Dan is het prank, gaat het fout. Hoppa, wel heerlijk binnengeschoten. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja! Oh, waarom stond hij zo ver met zijn keeper? Ik dacht, ik chip hem gewoon. Maar, helaas. Pindakaas. Boom! Ja, dat moet eigenlijk gewoon hangen. Ja, je hangt ook. What the fuck? Slecht gedaan door de keeper. 4-3. Kan het nog? Oh, dat zou echt de comeback van het jaar zijn. Maar ik denk dat hij naar 8 gaat spelen. Dan ben je echt ver. Hij is natuurlijk ook Parker, dus hij zal het wel doen. Oh, hij faalt. Snel training. Nee. Kut. Ik heb verloren in de aller... Nou, niet de eerste ronde, maar in de tweede ronde. Het is gewoon terecht. Klaar. Hij heeft gewoon veel meer schoten, ik weet het zeker. Het is heel erg. Ik ben nog nooit zo hard gerekt. Al is het nog maar 4-3, dus het valt nog mee op zich. Maar oi. 21 schoten, waarvan 14 op goal. Het is echt om te janken. Ik hoop wel dat we nog een Ierse speler kunnen krijgen. Dat zou wel sick zijn. Kom op. Nee. Oh. Mac-men-en-en-en-en. Nee, ze hebben niks waard. Huntelaar. Baat. Daar heb je niks aan. Ja. Nee. Gauw Mario. Ik haat deze packs. Echt zo ongelooflijk erg. Ik ga wel nu weer veel vaker uploaden. Dus ik hoop jullie dat leuk vinden. En ja, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Ik zeg weer geabonneerd de volgende keer. En ik zeg doei. Later.